Grote commotie hier bij de Van Kleffenschool in Heerenveen. Er is een man neergeschoten door de politie en was het einde van een familiedrama. Op het plein voor openbare basisschool Van Kleffens aan de Barten in Heerenveen heeft de politie dinsdagmiddag een 40-jarige gescheiden vader uit Zwagerbos neergeschoten. De vader zwaaide met een jagersmes. Twee van zijn kinderen zitten op de school. Rond het middaguur stak de man zijn huis aan de Heidewaai in Zwagerbos al in brand. Buren die hem boos hoorden wegrijden waarschuwden de politie. Die posteerde zich uit voorzorg bij de Van Kleffenschool in Heerenveen. Onderweg ging de vader nog langs bij de dokterspraktijk aan de Burgemeester Valkenaarweg, waar zijn ex-vrouw werkt. Daarna reed hij met snelheid naar de basisschool. Voor de school ging de man zwaar door het lint. Omdat de politie wilde voorkomen dat hij de school binnenkwam, loste men 3 schoten waarbij de 40-jarige man werd geraakt. De vader is zwaar gewond aan zijn been afgevoerd naar het ziekenhuis. De meeste kinderen hebben niets van het voorval meegekregen. De schietpartij was even na 2:30 toen de leerlingen al binnen waren. Na het incident zijn ze opgevangen in de gymzaal. Daar belegde de school samen met slachtofferhulp een speciale bijeenkomst. Ouders kregen briefjes mee naar huis.